Mensen, mensen, daar zijn we weer. Goeiedag. Het is een rommeltje in huis. We zijn bezig met de verhuizing. Spullen overbrengen. En morgen gaan we de zware dingen zoals bed, kasten verplaatsen. Met hulp natuurlijk. Dus we zijn lekker bezig, druk bezig. Het is vandaag donderdag, dus van het weekend slapen we in onze nieuwe woning. Maar wat ik eerst wil laten zien is een tof pakketje wat ik heb gekregen. Ik heb een pakket gekregen van Live Fast Die Young. Het is een heren mode kleding webshop. En ik heb een aantal toffe items gescoord. Het is een samenwerking, ik ga jullie eerlijk zeggen. Maar dat doet er niet aan onder dat die items tof zijn. Ik moet zelf ook weer even nadenken wat ik allemaal had gekozen. Weet ik niet eens meer, ik mag een aantal items kiezen. Even wat anders. Geen skinny fit. Maar een wijdere. Old school. Kijk hier. Dit is de eerste broek. Volgende item. Hier. Even wat anders. Als ik alleen maar zelf de kleding koop, heeft het geen nut. Ook heerlijk. Een lekkere, relaxed fit joggingbroek. Hier heb ik een toffe geripte jacket. Lekker warm. Voor deze dagen, want het is nog steeds fris deze dagen. Dus ik kan het direct aantrekken. Een tof shirt. Oversized fit. Kijk hier. Achterkant. Kijk hier. Lekker comfy. En de mouwen. Gaat ook nog tekst. Zelfs bij het shirt. Hier hebben we een crewneck. Lekkere warme dikke trui. Oversized fit. Zonder capuchon. En dan het laatste item. Maar niet het minst. Het is een toffe bodywarmer. Gerichte bodywarmer. Kleur beige. Kijk hier. Toffe items. Het zijn allemaal items van de nieuwe collectie. Dus mocht ze willen scoren, check link in de beschrijving. Lekker warm. Matcht ook nog met mijn Yeezys. Dus nu gaan we direct verder met verhuizen. Juna is moe. Gaat zo meteen slapen. Mijn non is boven bij haar. Maar we gaan dus dit soort dingen gaan we nu overplaatsen. Het leuke werk. TV. Moet ik straks alleen nog loshalen. Zit met de beugel vast. En dan gaan we een paar keer op en neer rijden. Heen en weer rijden. Wat ik wel nu besef. Is dat het gewoon laatste dagen zijn hier. Laatste dagen. Alleen vanavond gaan we nog hier slapen. En dan gaan we in een nieuwe woning slapen. Wel gek om te beseffen dat hier veel herinneringen zijn gemaakt. Veel meegemaakt. Twee mooie prachtige dochters hier gekregen. Bij de eerste bevalling zat Manon daar nog met krampen. Over de grond te kruipen van de pijn. Tweede bevalling natuurlijk hier in huis bevallen. Dus het is wel... het is niet zomaar iets. Mooie plek waar we hebben gezeten. Zo'n 4 jaar. We hebben hier genoten. Dus we gaan hier sowieso mooie herinneringen aan overhouden. Dus ik weet ook zeker dat we geen spijt gaan hebben. Maar alsnog ga ik het hier wel missen, moet ik zeggen. En juist wanneer ik wil uitstappen uit de auto, begint het keihard te regenen. Altijd hebben we dat gezeik. Wat verdorie. Juist wanneer we bezig zijn met spullen verplaatsen, verhuizen. Alles al, ja, fuck you. En Manon en ik hebben snel in de regen alsnog bank gebracht. TV, noem maar op. Bank zouden we eigenlijk morgen doen, maar we zeiden van hey, we willen direct kijken waar we die muurbeugel moeten vastmaken. Hebben we bank voor nodig, kunnen we hem direct opstellen. Dus dit is de huidige situatie. Langzaam wordt het huis gevuld. De keuken staat er, grotendeels. Moet nog oven. Moet nog een frontje daarop. En even afwerken hier al. Ga ook even fixen. Want morgen moet alles functioneren. Dus ga nog even snel knallen. Kijk, met deze laserlijn gaan we het regelen. Laser zorgt ervoor dat de lijn loodrecht staat. Huh? Alles moet recht zijn. Oké. Waterpas. We gaan dus nu die... TV-beugel ophangen. Ik heb de lengte van de kast opgemeten, dus 1,50 meter. Halveren we het, 75 centimeter. Dan zet ik daar een streep in het midden en dan gaan we hem vastboren. Zodat de tv precies in het midden van de tv-meubel komt te staan. Zo komt hij dus te hangen. En dan gaan we even aanvinken waar we moeten boren. In dit geval heb ik het al gefixt.
En dan kunnen we hem weer weghalen. Laser kan uit. Boren. Vastmonteren. En een kind kan de was doen. Holy Ghost. Blessings on blessings like he owe me those. The ones that came before me wanna see me drop. This ain't a game thing, this ain't dominoes. Cause this a real life thing. Some boy cartoon, they ain't a real life thing. IG bad man, they be gun typing. Murder pump beat like I got gun license. Zo, de tv hangt. Moet alleen nog schoongemaakt worden. Kijk die vette vingers van Nela. Potverdorie, ik zeg nog altijd niet aanraken. Maar ze denkt dat het touchscreen is. Zo'n arme koelkast, stilt ze even hoor. Wat verdorie. Papa! Heb je papa gemist? Papa! Wist je niet hè, dat ik filmde? Wat was dat? Hé schatje, heb je papa gemist? Was het leuk bij oompje Mervin? Goed zo, heb papa een kusje? Ja. Een kusje? Ja. Was jij lief? Ja. Ja? Heb je papa gemist? Ik wil wel biefstuk maken, maar mama heeft al je huilen al iets later. Oh, meen je niet. We zijn even naar huis gegaan om even wat te gaan eten. Gaan we zo meteen weer verder daar even knutselen. Ja, ja, we timmeren. En we bereiden ook nog eens vlees. Kijk, krokant van buiten, zacht van binnen. Mals, mals. We zijn er nog steeds hoor. Het is, kijk hier. Wacht. Kwart voor negen. Dus we moeten het snel gaan doen. We zijn wezen voegen in de badkamer. Plinten afgekeerd, noem maar op. Dus we gaan nu snel afronden. En dan gaan we naar huis voordat we straks nog een boete gaan krijgen. Dat is niet de bedoeling. We kunnen morgen verder gaan. Genoeg te doen. Dus ja, morgen weer een nieuwe frisse dag. Vermoeiend hè, deze dagen? Ja, ik ben wel echt kapot. Pittig, maar als het eenmaal voorbij is en... Dan zitten we lekker. Ja, toch? Even. We snel een grote bus gehuurd. En de eerste hulptroep is er al. Potverdorie. Prrr. lang geleden, kort lontje. Ja, sowieso. Corona toch, we kunnen niet doen toch? Maar we zijn er weer, love. We zijn er altijd. Ciao. Zometeen komen Bartus en Sini ook. Dus ja, we zijn goed op weg. Let's go! Ja toch? We hebben vanochtend even een lekkere warme Live Fast Die Young oudje aangetrokken. Ik hier van een pakketje wat ik gisteren had binnengekregen. Lekker warm. Want het is fris buiten. Ik hier een joggingbroek, bodywarmer. En ook die trui. Nee. Fuck up, Picky. Hoe zie je dat? Waarom ben je altijd op die touw als ik nooit wakker ben? Nooit als ik wakker ben. Het is vroeg toch, hè? Ik weet helemaal van. Bart vond het al te vroeg. Maar hij is er wel, hè? Strijder. Wat verdorie. Jij! Dit is hoe we het doen, hoor. Alles op een stijger. Want de trappen gaat is te smal. En dan hierboven. Wat verdorie. Niet? Sini is er ook hoor. Helemaal vanuit Hoofddorp, strijder. Hij had niet verwacht hoor. De grote spullen zijn overgeplaatst. Nu gaan we weer verder met de kleine spullen. Samen met Manon. Ja? Ready? Ja, let's go. Hier, die deurtjes terug. Ze is weer volgeladen. Nu gewoon even snel Nela's bed in elkaar proberen te zetten. Want we hebben een beetje haast. We moeten zo meteen weer doorpakken. En de reden dat we haast hadden is eigenlijk mijn bike. We gaan nu richting Amsterdam met mijn motor. De achtervelg wordt vervangen voor... Die andere achtervelg wat ik in mijn vorige vlog liet zien. Alleen zit er met een klein probleempje. Of probleem. Het is niet echt zo'n probleem. Ik heb hem nog nooit gevoerd met een bus. Dus ik heb een beetje gekeken op internet. Hoe het moet. Spanbanden, wielklem. Dus we gaan het proberen. Met een beetje hulp van Manon moet het goed komen.
Eerste gedeelte is gelukt hoor. Potverdorie. Dankzij mijn schatje, die helpt achter te balanceren. Nu moet ik hem nog vastmaken. En zorgen dat die motor geen kant op kan. Check nu even naar die achtervelg. Dit is die before. En dan gaan jullie straks die after zien. Half uur verder. Maar het is ons gelukt. Lijkt mij dat hij nu goed vast zit. Twee spanbanden voor. En twee hebben we hierachter. En natuurlijk nemen we ook weer eiwitten mee voor onderweg. Want we moeten aan onze eiwitten denken. Eiwitten moeten hoog. Als jullie ook wat willen bestellen bij Bonnie Fit, gebruik dan mijn kortingscode DWEEN10. Dat is alleen maar love. We zitten nu bij Ducati Amsterdam. Gaan ze mijn velg even vervangen. Ze hebben hier hele toffe bikes. Heel veel verschillende. Volgende week met mijn pa richting Harley Davidson. En hij zegt dat ik verkocht ga zijn voor een Harley. We gaan het zien. Voorlopig zit ik nog goed met Ducati. En de velg zit erop hoor. Sjeuzei! 3D velg. Oh jeetje. Het was een lange dag. Ik zit in de auto. Manon heeft me opgehaald. De motor hebben we thuis gebracht. De bus hebben we teruggebracht. Manon heeft me opgepikt. En Nela zit achterin. Hè? De zin in? Gaan we naar het nieuwe huis, hè? Ja. Heb jij nog niet gezien? Helemaal klaar en af. Ja, en mijn kamer ook niet. Je kamer ook nog niet, hè? Rainbow is er nog niet. Die moeten we nog doen, ja? Nela, ga je nu naar je kamer? Echt? Jouw bed is al klaar, van papa en mama nog niet. Alleen nog even om. Moet ik nog in elkaar zetten. Zo, ga kijken. Mooi. Mooi, hè? Deze bed. Oh, lekker die vloer voor je man bij haar. Maar voel je het direct? Uit, ja. Ik heb nog niet eens hier mijn dood gezet. Vind je het leuk? Ja. Goed zo. Hier, hè? We moeten nog even gezellig maken met een kleedje. En met je kleertjes. En dan komt er nog een kast. En dan heb je alles hier weer compleet, hè? Oh, ben je nog vies? Oh. Ja, moet mama schoonmaken, hè? Laat zien hoe blij je bent dan. Are you happy? Eerste maaltijd hier al. Juna zit hier. Hey schatje. Hey. Ja. Eettafel is er nog niet. Komt over 2 à 4 weken. Komt daar. Dus nu is het even improviseren. Het is 7:30 en we moeten nog onze bed in elkaar zetten. Maar ik ben blij dat hij wel matcht bij de muur. Jawel hè? Het is niet zo'n... Het vloekt niet. Ik vond hem meer vloeken bij ons oude huis. Ja, nu met de belichting op camera ziet het er anders uit dan in het echt. Ja, de camera lijkt een beetje roze, maar dat is hij niet. Ga je hem papa geven? Even helpen. Dankjewel. Zijn de poten, hè? Ja, poten. Dat was de laatste, of niet? Nog eentje. Ja, het is nog een laatste. Ja? Wil je nog een laatste? Ja. Oké. Okay. Wil je ook een papa geven? Ja. Even die poten fixen. Hey, wij gaan even deze helpen en dit is van papa. Poten van de bed, zeg maar. Poten van de bed. Goed zo. En het bed zat in elkaar. Alles was klaar. We wilden matrassen gaan neerzetten, noem maar op. We kwamen erachter dat we onze deken en kussens waren vergeten. Het was 8:55. Manon zei ik ga even snel. Toen zei ik van nee, laat maar zitten. Ik ga vliegensvlug die kant op. Ik was 9:00 was ik nog op straat. Gelukkig geen boete gekregen. Maar we hebben het gehaald. Ik kon straks heerlijk slapen. Een nieuwe frisse start. We gaan eerst even douchen, want het was een lange, zwetende dag. We gaan even douchen en dan gaan we beneden even een serie checken. Ik denk Mokro Mafia. Helaas is er maar 1 aflevering per week. Dus eigenlijk zou ik moeten wachten zodat ik alles in 1 keer zou kunnen kijken. Maar het is te spannend. Dus we gaan zo meteen even een aflevering checken. En dan gaan we onze eerste nacht in dit huis beleven. Hopelijk dat Nela en Juno ook goed gaan slapen. Dus even afwachten. Kijk, we liggen hier heerlijk ontspannen. TV kijken. De serie is net afgelopen. Manon is moe. Ze is vast naar boven gegaan. Ze gaan slapen. We gaan nog even chillen hier. Maar ik wil wel de vlog alvast gaan afsluiten.
Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video weer. Ciao, ciao. Dus ik run, 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 run. Want ik wil die commas. Ik ga dum, 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 dum. In de fit met twee models. Kijk die gun, die doet bang. Oh, wat kies net.